Dus ik begrijp van mevrouw Sala dat die zorg voor haar ouders gratis moet. En voor mensen die wat vermogen hebben, dat die daarvoor nog meer moeten gaan betalen. Dus uiteindelijk komt ze toch met een voorstel die ze waarschijnlijk uit de ombuigingslijst overgenomen heeft, voorzitter. Helemaal ingepakt met allemaal wollig taalgebruik. Maar heel even concreet. Wil D66 nou dat de vermogensinkomensbijtelling naar 8% gaat voor mensen in een instelling? Willen ze het vermogenswaarde meewegen, het marginale tarief niet meetellen? Willen ze compensatie laten vervallen? Wat willen ze nou? Wat heeft u uitgekozen van de ombuigingslijst? Wees nou eens eerlijk. Rosella. Voorzitter, allereerst heb ik niet gezegd dat de zorg voor mijn ouders gratis moet zijn. Ik heb gezegd dat de zorg voor mensen zoals mijn ouders betaalbaar moet blijven. En zoals ik eerder ook al heb gezegd, dat de sterkste schouders de zwaarste lasten moeten dragen. Dat mensen met een vermogen een eigen bijdrage moeten gaan leveren. En of dat nou 8% is of iets of niet, dat is uitwerking. Maar dat mensen een eigen bijdrage moeten leveren als ze zich kunnen veroorloven, dat is zeker iets wat in het D66-programma terecht gaat komen. Ja, dank u wel, voorzitter. Oké, dus ik begrijp dat D66 heeft een hoop vermogende kiezers, voorzitter. Dus het is natuurlijk wel heel erg belangrijk om hier wat duidelijkheid over te krijgen. En dat betekent dus dat zij dus kiest voor de vermogensinkomensbijtelling van mensen die in de instelling gaan wonen van 8%. En dat betekent dus dat ze in een aantal jaren van hun hele vermogen geplukt zullen gaan worden. Alles omdat D66... ja, verkeerde keuzes maakt met het geld wat we met z'n allen bij elkaar halen. Voorzitter, D66 doet aan partijdemocratie.